Goeiedag mensen bij deze presentatie over de gebeurtenissen rondom de bevrijding van Weert in september 1944. We zien hier een plaatje, om mee te beginnen, met de terugtocht van Duitse troepen, gefotografeerd vanuit garage Bloemen aan de Roermondseweg. Wanneer de foto is gemaakt weten we niet, het moet augustus of september zijn geweest. Het moment dat na de slag om Normandië de geallieerde troepen in een razend tempo door Noord-Frankrijk en België oprukken. Het is in Weert dan ook vooral een gaan van Duitse troepen, ze nu en dan komen er ook. Maar het front gaat overwegend richting terug naar het noorden. Het is op zich een spannende tijd dan, omdat er van alles te doen is, zeker door deze terugtrekkende troepen. En in die tijd, augustus, september, leidt dat ook door het verzet, dat in eerste instantie altijd mensen geholpen heeft veel meer, niet zozeer aanslagen heeft gepleegd, dat men overgaat tot sabotageacties. En in 25 augustus dan komt het tot een sabotageactie van een groep, een Belgische groep, de Spin, die een pijler van sluis 16 opblaast. De brug en alles stort niet in, maar er is een behoorlijke schade. Dit leidt gelukkig voor de Weerter bevolking niet tot represailles. Het loopt met een sisser af. Maar enige dagen later, op 5 september, en dat is het moment dat we allemaal kennen die dag als Dolle Dinsdag, waarop gemeld wordt door de radio dat Britse troepen al de grenzen zouden zijn gepasseerd. Dus men gaat in die tijd veel meer natuurlijk tot die sabotageacties over. Nou, dan wordt op die dag een trein tot ontsporen gebracht. Daar komen Duitse soldaten bij om en dat leidt tot de nodige acties van de Duitsers en uiteindelijk tot de vastname van 6 mensen uit Budeldorpplein die daarna vermoord worden. Dus een tijd ook dat het verzet steeds meer in actie komt, maar uiteindelijk, zoals ik al zei, de geallieerden die in september pas in, 5 september wordt Brussel bevrijd. Dus wat dat betreft zijn de Engelsen nog ver weg. Ik zei ook al, de mensen in Weert zien ook Duitse troepen komen. Wat men zag natuurlijk wel graag mensen Duitsers vertrekken, maar er komen er ook, want de Duitse weerstand in Noord-België die neemt toe. En de geallieerden kampen op dat moment ook met problemen in de fourragering. Men moet keuzes maken waar men wil oprukken. En Montgomery, de bevelhebber van de Britse troepen, die komt tot een plan waarbij hij, dus niet zozeer een gedurfd plan, waarbij hij in één grote actie met luchtlandingstroepen en groepen op de grond probeert door te stoten over de Rijn, door het gebied in Nederland. We zien hier een plaatje, weliswaar van Amerikaanse eenheden, parachutisten in Noord-Brabant. Want het is de bedoeling dat de parachutisten, die veroveren de bruggen, heel belangrijk. En uiteindelijk de laatste brug die men moet veroveren, dat is de brug bij Arnhem. U kent het waarschijnlijk, het verhaal allemaal wel, ook de film van Een brug te ver. Laten we eens gaan kijken naar het plaatje dat ik daarbij laat zien. U moet vooral letten op de pijlen die omhoog gaan. Dat is namelijk de route die het landleger zou moeten volgen. En uiteindelijk onder de grote groene vlek boven, daar ligt de stad Arnhem. En die plek, of in elk geval een bruggenhoofd, moest daar veroverd worden door een Britse parachutistendivisie. Dat is eigenlijk de actie, Market Garden, die leidt tot de aanval van de geallieerden, die uiteindelijk de geallieerde troepen ook in Weert brengt. Veel mensen hebben, je hoort het wel eens in Weert, van ja, wij zijn toevallig bevrijd. Nou,
Dat is niet zozeer het geval. Hè. Dit alles past in het grote kader van het geallieerde offensief, wat wij allemaal kennen als Market Garden. Heel belangrijk daarbij waren, en dat ziet u ook goed, aan die blauwe lijnen, is de obstakels, met name de waterobstakels, om die te veroveren, om die te omzeilen en zodoende door te kunnen stoten over de Rijn. Ik ga even naar het volgende plaatje. Dat is de situatie in België. U ziet misschien onderaan al staan Neerpelt en vooral Huibrechtsliel. Dan moeten we even kijken naar die rode pijl. Dat is de aanval van de Britse troepen om de luchtlandingstroepen die bij elke brug dan, als het goed was, intact die veroverd hadden, om die te bereiken. Nou, dat bleek uiteindelijk is dat maar één weg. En die wordt ook in de literatuur later door de Amerikanen Hell's Highway genoemd. Het was dus maar één weg waarover alle troepen naar het noorden moesten komen. Nou, dat is heel gevaarlijk in die zin. Hij was gemakkelijk voor de Duitsers om die te onderscheppen. Nou, buiten deze aanval wordt dan ook besloten om die weg aan twee kanten, zowel aan de oostkant als aan de westkant, om die te gaan verbreden, zodat men een veel bredere punt, laten we zeggen, naar het noorden liet oprukken. Nou, waar wij ons nu op concentreren is het gebied rechts van die rode lijn, want dat is het gebied waar Valkenswaard ligt, waar Acher ligt, onder Huibrechtsliel, en dat ziet u niet op de kaart, ook Weert. Nou, dat is een wat uitgebreider praatje, wat meer plaatje, wat meer zicht op het allemaal. U moet niet te zeer letten op alle lijntjes. Het gaat mij voornamelijk om de situatie. U ziet daar Weert liggen en het gegeven van Huibrechtsliel. 17 september, zag u misschien net op de kaart, dat is het moment dat Market Garden begint en de aanval van het landleger. Enige dagen later, van de nacht van 18 op 19 september, begint die aanval rechts, dus oostelijk van de lijn die we net op het andere plaatje zagen. En dat is een oversteek bij de Belgische plaats Huibrechtsliel. De bedoeling is dat een van de troepen die daarbij betrokken zijn, dat is de derde divisie van de Britten, dat die aan de rechterkant opereert en uiteindelijk richting het oosten gaat. Links van haar opereert een panzerdivisie, de 11e, en die gaat meer richting Asten-Helmond. We zijn op dit moment eigenlijk bij dit plaatje, ik moet toegeven dat zijn niet de meest interessante, hè, maar waar we nu naar kijken, dat is een opdracht aan de eenheid, aan een Engelse eenheid, wat zij van plan is, wat zij zou moeten doen. U moet vooral letten op de punten bij de rode pijl, waar staat wat de bedoeling is dat die Britse eenheid gaat bereiken. En daar staat onder andere dat de derde Britse divisie wil secure Weert. Hier blijkt dus al duidelijk uit dat we hier een opdracht hebben om Weert, dat staat nog net niet te bezetten, maar wel op te rukken naar Weert. Dus vandaar wat ik net al zei, het gegeven van toeval in deze, dat kunnen we rustig als een fabeltje beschouwen. Het was wel degelijk de opzet van de Britten om Weert in te nemen. Ik kom daar later nog op terug, want dat innemen, dat is niet zoiets van we zetten overal een Engelse soldaat neer. Deze opdracht wordt verstrekt de 20e september en heeft betrekking op de 21e september. Dus we komen steeds dichter bij die dag van de bevrijding van Weert. Wat ook nog van belang is, als u verder op het document kijkt, hè, het is een document uit de archiefstukken van de Britse divisie, die bewaard worden in Londen. Daar staat dat de 8e Britse infanteriebrigade, en daar was de Suffolk, het Suffolk regiment, 1e bataljon, onderdeel van, dat die op moeten rukken volgens een lijn, zeg maar, van de railway line, van de spoorweg van Weert naar Hamond, en secure Weert. Dan staan er nog een aantal gegevens op wat dan de bedoeling is dat ze in Weert doen, onder andere met de bruggen. En de laatste zin,
die geeft aan dat men op 12 uur middag op moet rukken naar Weert. Op dat moment bevindt deze eenheid, de Suffolk, de eerste bataljon van het Suffolk regiment, bevindt zich dan in Hamond. Dat hebben ze 's nachts bereikt. Ze hebben de Duitse troepen daar, bij wijze van spreken, nog bij het ontbijt en bij het scheren, hebben ze nog verrast. Dus bijna zonder slag of stoot wordt Hamond bereikt. En in die middag van de 20e begint deze eenheid op te rukken naar Weert via Budel. En dan eigenlijk niet Budel, maar Budel met Budel. Dus de ruimte, of de, ja, een locatie ten zuidwesten, zuidoosten van Budel. Even teruggaan naar die andere divisie. Dit is een plaatje van Budel, van de weg van Hamond naar Budel. Deze Duitse soldaten, dat spreekt voor zich, die gaan naar het achterland. Dat is dus richting Hamond. En de Britse wagens staan gepositioneerd voor de aanval richting Budel. Het is geen opname van de derde divisie, hè, dus waar onze Suffolks toe behoren. Jammer genoeg hadden die geen fotografen bij zich. Maar de fotografen vonden het beter om de spectaculaire eenheid, dus met tanks, om die te begeleiden. En daar zijn ook de meeste plaatjes van gemaakt. Dus hier een opname dus van die andere divisie op weg naar Budel. Ja, misschien voor u wat onoverzichtelijk. Een speciaal plaatje wat ook in het archief bevindt in Engeland. Hè, en ook bij het zogenaamde oorlogsdagboek hoort van de Suffolks. U moet de grote lijn van links naar rechts, dus van oost, west naar oost, moet u eigenlijk volgen. Daar begint links is dat het gebied ten noorden van Huibrechts-Lille. En de plaatjes daar, de rondjes die daarbij zijn, dat is de weg die de Suffolks volgen. Ik moet toegeven, het is allemaal wat onduidelijk. Maar u moet zich even concentreren op de A, de B, de C. Die verwijzen allemaal naar zaken. Daar zitten pijlen bij naar die lijn die ik net, aangaf. Weert, dat mag duidelijk zijn. Maar er loopt een stippellijn vanuit Hamond via Midbuhl richting het Weerterland. En daar ziet u ook in dat, aan dat die opmars plaatsvindt via de Weerterbergen. Dus wat wij in het plat noemen de Bullerberg. He, dus de aanval verliep grofweg via het gebied rond de Geuzendijk. Ja, de 21 september. U zult misschien afvragen waarom geen plaatjes. Nee, ik zei het net al. De Britten hadden geen fotografen bij zich. En ook geen enkele burger langs de kant of zo die dat interessant vond. Die heeft ons nog foto's achtergelaten. Dus we moeten het helaas doen met kaartmateriaal. 20 september. In de middag begint de opmars naar Weert. Door het eerste bataljon van het Suffolk regiment. En die aanval, dat kunt u hier ook goed zien, die loopt via het Blaakven, via de Geuzendijk. Het plaatje is niet op alle punten correct. Maar het zal duidelijk zijn dat we hier te maken hebben met aan het zuiden de spoorlijn naar Hamond. Hè, de IJzeren Rijn en de aftakking naar het noorden. Dat is natuurlijk de spoorlijn naar Eindhoven. Dat is ook het gebied, in die driehoek als het ware, waar die 21 september een gevecht plaatsvindt. Je zou kunnen zeggen, wat later zal blijken, het gevecht überhaupt om Weert. De Duitsers op dat moment hebben wel een aantal posities ingenomen om die aanval af te slaan. Maar over het algemeen zijn dat maar heel weinig mensen. Zwakke posities. En het vuurgevecht dat vindt ook die middag plaats. Een hevig vuurgevecht waarbij ook met mortieren wordt geschoten. Waarbij gelukkig voor de Engelsen in ieder geval geen doden vallen. Vier mensen raken gewond. Er komt één Nederlandse burger om, Meindert Havenman. Die omkomt bij die woont op dat moment bij het viaduct van de Geuzendijk, wat onder de spoor,
dijk naar Eindhoven ligt. Dat gebied, dat is dus eigenlijk het gebied waar om Weert, om de bezit van Weert gevochten wordt, zo blijkt later. De Duitse troepen die dat doen, even, dat zijn over het algemeen leden van een aantal leden van de Waffen-SS en een eenheden van de Paschutisten. Dat zijn eigenlijk de groeperingen die Weert op dat moment bevrijd hebben, maar zoals ik al zei, in zeer kleine getalen. Enkele van hun komen om bij die gevechten en daar zijn ook de namen, of voor zover bekend, die zijn bekend, hebben een noodgraf gekregen en zijn later overgebracht naar IJsselstein. Ja, die aanval die is in de middag. Wat doen de Weertenaren? Nou, de Weertenaren zitten natuurlijk al een paar dagen in een rats. Ze hebben goed in de gaten gezien het schieten, bombardementen, artillerievuur, dat de oorlog eraan komt, om het zo maar eens te zeggen, dat de gevechten binnenkort Weert zullen bereiken. Men schuilt overdag zoveel mogelijk binnen, 's nachts ook in de kelder, want je weet maar nooit. Aan de andere kant zijn er ook mensen die die tijd gebruiken om, als de bevrijding komt, om in elk geval die bevrijders te verwelkomen met de Nederlandse driekleur. Er worden oranje strikjes gemaakt. Maar het is een spannende tijd. Van je weet niet of er daadwerkelijk om de stad zelf gevochten gaat worden. De Engelsen houden na dat gevecht, 21 september, eigenlijk staken met de opmars. En bivakeren die nacht van de 20ste op de 21ste op de 22ste bij de spoordijk, zeg maar. En in de nacht worden dan wel patrouilles weggestuurd om te kijken wat zich afspeelt in de stad zelf. Ja, 's morgens vroeg wordt dan die aanval verder doorgezet. En uiteindelijk blijkt dat die nacht de Duitsers eieren voor hun geld gekozen hebben. Het is op dat moment voor hun absoluut niet haalbaar om het gebied rond Weert te verdedigen met de weinig mensen die ze hebben. Dus ze hebben, ondanks het opstellen van geschut en noem maar op, nog innemen van gevechtsposities in Weert en rondom de bruggen, hebben ze toch besloten om zich terug te trekken. En dat gebeurt dan achter het kanaal Wessem, Nederweert en achter de Zuid-Willemsvaart. Dat is natuurlijk niet raar. Zoals we al zagen was het voor de Britten heel belangrijk om bruggen over een rivier te krijgen of over een kanaal. Want wat zijn waterwegen? Dat zijn de natuurlijke obstakels om een aanval af te kunnen slaan. Dus ook de Duitsers besluiten om veel meer gebruik te maken, gezien een aantal mensen wat ze nog ter beschikking hebben, om dat te doen achter de net genoemde kanalen. En in dat opzicht was Weert ook gewoon voor hun onverdedigbaar. Nou, 's morgens 7 uur geldt het tijdstip dat die eerste soldaten, sommige Weertenaren liggen nog in hun bed, die zien dan door het raampje de Britse militairen door Boshoven, Wrakkeren zo oprukken richting de stadsbrug. Dus het is zeker niet zo, dat zag u net al aan de kaart, dat gebeurde vanaf sluis 16, wat tegenwoordig de Suffolkweg is. Weliswaar onderbroken, maar de soldaten komen pas bij de spoorbrug bij het kanaal uit en vandaar gaan ze verder door naar de andere bruggen. Nou, ik laat nu een aantal opnames zien. Wij zijn het archief in elk geval in de gelukkige omstandigheid dat wij zeer mooie, zeer fraaie opnames hebben van die dag in kleur. En dat hebben we te danken aan een Maastraatbewoner Jacques de Haan, die die dag een kleurenfilmpje in zijn camera doet, eigenlijk een diafilm, en op pad gaat richting de brug nadat hij gehoord heeft dat de Engelsen daar zijn. Dus dit zijn allemaal opnames van Jacques de Haan, die we zo dadelijk gaan zien, gemaakt vanaf het moment dat hij de Maastraat uitkomt en dan gelijk al op de markt de eerste Engelsen ziet met de vreugdevolle Weertenaren.
Die hebben inmiddels ook de lintjes al opgespeld. En soms zelfs ook nog de distinctieven van de Britse militairen erbij. Dit is de situatie bij de brug. Huizen die al lang verdwenen zijn. Links het huis van Tullemans. Rechts het huis van Bees. Beide huizen, daar is niet aan glas niet veel meer heel. Wat natuurlijk het gevolg is van het opblazen van de brug. Er is op dat moment nog niet veel te doen. We weten wel, aan de hand ook van dat de zon schijnt, et cetera meer, dat dit foto's moeten zijn die wat meer richting het middaguur genomen zijn of later. Weinig te doen, behalve dan, dat ziet u misschien voor het huis van Bijs, dat is een gecamoufleerd kanon. Wat dat betreft ging het de Britten vooral het secure weert dat de overgangen voor de Duitsers, of voor hunzelf natuurlijk het liefst onbeschadigd, maar dat de overgangen over het kanaal, dat die beschermd werden. Rechts een aantal Franciscanen, Broenpaters. Daar geldt nog een, of in ieder geval is een heel aardige anekdote van bekend. Als de eenheid van de Britten van dat bataljon Suffolks oprukt naar de Biesterbrug, staan er aan de overkant van het kanaal een aantal monniken klaar, hè, paters klaar. En dat was dus voor de Britten ongekend. Die beginnen op een gegeven moment Wilhelmus en natuurlijk voor de Engelsen ook het God Save the King te zingen, waarop ze dan ook salueerden. Dit soort zaken, en dat mag ook aangeven hoe overdonderend de ontvangst van de Suffolks in Weert is geweest. Dit alles heeft gewoon ook de geschiedenis van die eenheid bereikt en is daarin opgenomen. Zaken die je misschien bij zo'n kleine actie als de inname van Weert niet zou verwachten. Maar men vond dit werkelijk overdonderend. Die ontvangst, en dat heeft het allemaal gehaald tot in de officiële geschiedschrijving van deze eenheid. Nou, hier zien we wat meer actie, hè, wanneer het wat zwaardere vervoer van dat bataljon, zeg maar, afbuigt naar een verzamelplek. Rechts ziet u nog in een overal en met die armband, in een blauw-oranje armband, alleen het oranje dat valt weg. Dat is een lid van de ordendienst. En die zullen we dadelijk op andere foto's ook nog zien. De brug. Het is een komen en gaan over de brug. Dan zult u zeggen, ja, maar die brug die is behoorlijk beschadigd. Ja, de Duitsers hadden, voordat de Engelsen er waren, al de bruggen laten opblazen. Elke brug werd opgeblazen. Alleen dat is niet goed gebeurd. Zowel de Biesterbrug als de spoorbrug zijn in een vroeg stadium al hebben ze die laten opblazen. De meest grote verwoesting is bij de spoorbrug gebeurd. Zowel de Biesterbrug als deze, de stadsbrug, die overigens als laatste pas werd opgeblazen. Dat is natuurlijk vanzelfsprekend, want ze moesten er ook nog over kunnen terugtrekken. Die werden vrij laat pas opgeblazen in de avond van de 21ste. Het grappige was dat men de brug geen kwartslag had gedraaid. Dus de brug lag nog gewoon zodanig dat het gewone vervoer er overheen kon. En de vernieling was niet zodanig dat men met wat hand- en spandiensten, met wat extra planken, nog weer over de brug kon. En dat zien we dus hier ook. Daar werd gretig gebruik van gemaakt om heen naar de plek waar je de Engelsen kon, de bevrijders kon ontmoeten. En mensen die al daarmee kennis gemaakt hebben. Op de achtergrond, inmiddels ook al lang verdwenen natuurlijk, de brugwachtershuizen. Dat zien we hier ook. Dezelfde situatie, maar op een ander moment of een andere plek genomen. Met een aantal verpleegsters weer. Hè. We zagen die verpleegsters ook bij de beginopname op de markt. En we zien ook de beschadigingen aan de brug die best meevallen. En de Engelsen hebben daar ook vrij snel al vervoertuigen overheen gezet.
Dit zijn opnames, zoals ik al zei, van Jacques de Haan. We gaan nu kijken naar een andere fraaie opname die ook in relatie staat met deze. En dan moet u even op die accordeon letten. Die heeft hier een andere bespeler. En waarschijnlijk is deze opname, en dat is van een andere bekende, of in ieder geval voor ons, voor het archief bekende fotograaf Jan Biezenaar uit Nederweert. Waar we ook prachtige opnames van hebben uit die oorlogstijd. En hij heeft de accordeon gefotografeerd wanneer die zeg maar een dansje begeleidt. Waarschijnlijk daarom ook eerder genomen deze foto. Allemaal opnames. Deze op de Noordkade. Op de linksachter ziet u de zijkant van het brugwachtershuis. Er is nog een andere belangrijke bron van die dag. En helaas is het beeld wazig. En dat komt eigenlijk omdat het een stil is. Een klein fragmentje van een 8 mm film. Die dag namelijk wordt er ook gefilmd door Jacques Maas. Uit Stramprooi. En aan hem danken we ook de bewegende beelden van die dag. En ook wel wat later. En hier zien we een moment dat moet eerder op de dag zijn. We zien het gefilmd vanuit wellicht een huis aan het bassin richting Eindhoven. En in de verte ligt het huis Bijs. We zien de bomenrij naast het bassin. En hier is de mensenmassa veel en vele malen groter. En het is een beetje wat glanzend op de weg. En vandaar dat ik denk dat, omdat het 's morgens geregend had, dat deze opname dus al in de ochtenduren gemaakt is. Maar zoals ze in het Weert zeggen, hey, kun je over de cup lopen. We moeten niet afgaan op één foto waar een paar mensen zien, maar er moet die dag echt een komen en gaan, een echte flinke mensenmassa zijn geweest op en nabij de brug. Goed, dat is de 22 september. Alom vreugd, iedereen blij, maar daar zit wel een maar aan. Want ik zei het al, let u eens op de man op die ene kleurenfoto met de armband. Hier zien we ook zo'n man met een armband en het is een lid van de OD. En diezelfde dag ontlaat zich natuurlijk ook frustratie, al de wrok jegens onder andere de NSB'ers, de mensen die gehuld hadden met de vijand en de moffenmeiden. En tussen deze twee heren, die links een soort politieuniform heeft, mogelijk ook iemand van de politie, die halen moffenmeiden op. En we kennen ook andere opnames waarin we zien, Jacques Maas heeft het ook gefilmd, waarin deze mensen over de markt paraderen, zeg maar, en spitsroede moeten lopen, zou je zelfs kunnen zeggen, richting het Bisschoppelijk College, de Koer, de Molenstraat, om daar kaalgeschoren te worden. Minder fraai element, heel begrijpelijk natuurlijk vanuit de situatie van toen, maar aan de andere kant, er gebeurt toch ook veel onrecht, ook op dat moment. Ja, hier zien we het, waar dat toe leidde, deze optocht, zeg maar, dat deze dames werden kaalgeschoren. NSB'ers werden opgesloten, ook in de ruimtes van het Bisschoppelijk College, ook andere grote, waar men in ieder geval lokalen ter beschikking hebben. Dus dit zijn toch de wat minder fraaie zaken die ook die dag, die bevrijdingsdag en kort daarna ook in het Weertse gebeurde en ook op andere plekken. Men heeft altijd geprobeerd, ook via het oppakken van deze mensen, om dat toch in goede banen te leiden, dat het niet kwam tot een echte bijltjesdag waarbij mensen, laten we zeggen, over de kling gejaagd werden. Maar desondanks was het niet altijd kies wat hier gebeurde. En ook Engelse soldaten hadden hier vaak heel veel, die keken daar met een bepaalde verontwaardiging naartoe. Ja, over het algemeen is het zo dat de Suffolks, dus onze echte bevrijders, als ik het zo mag noemen, de mensen die daadwerkelijk de eenheid die Weert bevrijd heeft, die is maar kort in Weert geweest. En we moeten ook vooral zien dat die eenheid vooral bij de bruggen lag. Ik zei het al, de bruggen waren het belangrijkste, omdat men altijd meende, niet hoopte natuurlijk, maar men moest voorbereid zijn op een tegenaanval van het Duitse leger.
Dat heeft ook geleid tot het gegeven dat veel mensen Weertenaars zoiets hadden van, oh, ze wilden Weert eigenlijk helemaal niet hebben. Nee, dat hebben we net al in dat document gezien. Dat is niet het geval. Wat wel het geval was, was dat men met die mensen die men had, die honderden mensen, niet overal in Weert, oostelijk Weert, maar iemand kon posteren om een Duitser tegen te houden. Belangrijk bleven de bruggen. Dus waar we zien dat overdag vaak toch de Britse soldaten zich ophielden in de stad, ook patrouilleerden richting het kanaal met die voertuigen die we net ook zagen, die kleine brandcarriers zoals ze genoemd werden, dat men 's nachts wat meer zich posteerde bij de brug en dan eventueel nog aan de westelijke kant van de brug. En dat heeft dus geleid tot het idee van ja, men wilde eigenlijk weer niet hebben. Het was gewoon met het aantal mensen wat men ter beschikking had niet te doen. Het gebied rondom Weert werd door de zusterbataljons van de Suffolks, East Yorks en de South Lancashire Regiment, die werden daarvoor gebruikt. Hè, ook meer richting het Stramprooise, Kent en richting Nederweert zelfs. Het gebied richting het kanaal Westen-Nederweert, daar zaten ten zuiden van dat kanaal nog Duitsers. Die kwamen ook s'nachts bijvoorbeeld overheen. Die hadden daar nog kleine bruggenhoofden. Die moesten weggewerkt worden. En we zien hier een opname wellicht, en dit is ook weer zo'n stilstaand beeld uit de film van Jacques Maas, van een intocht van de Britse soldaten op de markt in Weert. Op de achtergrond zien we het pand van de Laar, naast waar nu zeg maar de Bruna Shop is. Hè, daar kijken we eigenlijk, de fotograaf staat met zijn rug naar de kerkingang. Dan is het ook weer een drukte van je welste. We hebben het hier dus duidelijk niet te doen met Suffolk-soldaten, maar mensen van het South Lancashire Regiment, die opdracht krijgen om die bruggenhoofdjes van de Duitsers, om die zeg maar weg te werken. Dat wordt halverwege gestaakt. Want diezelfde dag, de 25 september, dan gaat de 8e brigade, dus ook inclusief de Suffolks, hè, de bevrijders, vertrekken naar het Brabantse, naar elders, om later ingezet te worden bij Overloon. Dus op dat moment houdt eigenlijk de relatie van de Suffolks met Weert houdt op. He, zij vertrekken. Dan blijft Weert achter, zonder bescherming. Maar dat kunnen de Engelsen natuurlijk niet. Men krijgt een vervanging, om het zo maar eens te zeggen. En ook die komst op 26 september van een volgende Britse eenheid, die leidt weer tot een massa foto's. Zowel van de Haan als van onze fotograaf Jan Biezenaar uit Nederweert. En deze opname hier op de Emmersingel, hè, waar de enthousiaste Weertenaren appels, fruit uitdelen aan de tankbemanningen, die is als het ware ook iconisch voor die intocht. Die eenheid komt van Mezijk. Jacques Maas, ook weer onze filmer, maakt daar ook weer opnames van, maar dan in het Stramprooise. Die komen dan via de Mezijkerweg de Maaspoort en draaien dan de Emmersingel op en gaan dan verder richting het gebied ten westen van het kanaal. We zien ook dat buiten dat uitdelen van die appels, dat als we naar beneden kijken op de foto, dat daar de sporen van de kettingen van het staal nog allemaal op te zien is. En ook de singels werden in die tijd door deze voertuigen aan gort gereden. Ik zei het al, Emmersingel. Nou, dan buigen ze op richting Biest. En gaan dan via de Biesterbrug aan het gebied ten westen van het kanaal. Hier zien we een opname van een particulier. Fotograaf ter hoogte van, en dat is ook de fotograaf van de zaak van Jos de Monte. En hier zien we onder andere die carriers en verderop het gemechaniseerd geschut van die panzerbrigade. Hij ook een veel grotere eenheid met veel meer massa's materiaal dan wat de Suffolks hier in Weert etaleerde. En met name ook deze eenheid is veel gefotografeerd, juist omdat ze zoveel materiaal hadden dat het ja, interessant was om te fotograferen. Hier zien we ook dat ook hier de Broenpaters, de paters, zich niet onbetuigd laten en delen in de vreugde van de komst van deze Engelsen. Die dus eigenlijk het front overnemen dat op dat moment loopt langs
de kanalen. Hier, onze Jacques de Haan, dit is natuurlijk ook iets voor Jacques de Haan met zijn foto's, met zijn kleurenfoto's om te fotograferen, al dat materiaal. En ook hij fotografeert hier een Sherman tank van die eenheid bij de Biesterbrug. En we zien naast de tank ook nog het richtingbord met Helmond en het huis rechts. Hè, dat zou, het is, kan zijn dat dat eventueel, nou, dat kan zijn het huis van, hè, even verderop ligt het huis van de familie Bergmans. Deze overigens is deze eenheid, die is wel wat rijker uitgerust. Maar ook deze eenheid concentreert zich rond Weert. He, men gaat niet tankje voor tankje neerzetten bij het kanaal. Nee, men patrouilleert dagelijks richting het kanaal om zodoende dat gebied te verdedigen. Maar men houdt zich op over het algemeen in en rond Weert. Hier zien we een dergelijke ook weer een onderdeel van die eenheid langs de Roermondse weg. Een prachtig plaatje, een foto gemaakt door een van de officieren van die eenheid en die bewaard wordt in het National Army Museum. De SAIL-collectie wordt die genoemd en heeft een paar fraaie opnames ook van het Weertse. Ook een leuke opname omdat het huis waar deze tanks staan nog altijd niet meer in dezelfde staat, maar toch altijd nog aanwezig is langs de Roermondse weg. Ik verklap het niet even. U moet zelf maar eens gaan kijken. Daar zit er wat aanbouw aan. Maar u moet niet al te ver naar buiten de stad rijden. Alhoewel de situatie daar behoorlijk veranderd is. Maar zoals ik al zei, men houdt zich op in het Weertse en patrouilleert in het gebied richting het kanaal. Andere opname, hè, over het algemeen met deze eenheid en ook met de latere eenheden, is het contact tussen Weertenaren en de Engelsen veel intenser en natuurlijk veel langer, langduriger dan met de Suffolk-soldaten die maar een paar dagen hier zijn geweest. Dit is een foto van de familie van Tulle. Hè, u kent de familie van de vroegere deken. Op Keent, waar dus ook deze tanks gestationeerd zijn. Leuk dat deze man rechts niet naast de militairen is gaan staan, want daardoor hebben we goed zicht op het embleem wat op die tank staat. En dat zwarte vlakje wat u ziet, donkere vlekje op dat wit, dat is een zogenaamde jerboa, een woestijnrat. En wij kennen in Weert dan ook, zijn deze soldaten bekend geworden als de zwarte ratten. Hè, dat komt ook, dat het embleem hadden ze omdat ze vroeger in Noord-Afrika hadden gevochten. Een leuk element, omdat je dat niet altijd zo goed ziet. Of ze staan ervoor, of je ziet het gewoon, is de foto anders genomen. Ja, een kruis. Ik zei al, bij de aanval op Weert leidden de Engelsen geen verliezen. Nou, hier deze soldaat, een sergeant Tovey, iemand die met een geweer rondliep, maar die werkte in de mes. Hè, dus zeg maar de kantine van de officieren, die sneuvelt bij een plotselinge artillerieoverval. En hij heeft de eer, dat is natuurlijk een beetje stom gezegd, maar dit is het allereerste slachtoffer aan Britse zijde op Weertergebied. En dat gebeurt bij het buitenverblijf van de paters van Saint-Louis, de broeders van Saint-Louis, nou op de Ittervoortse weg, waar zij dus vroeger een buitenverblijf hadden voor retreat en ook voor sport en al dat soort zaken. Deze man wordt dan begraven langs de Roermondse weg in de buurt van de Tos. En zoals ik al zei, het is de allereerste gesneuvelde Engelsman in het Weertse als gevolg van de gevechten bij de bevrijding en daarna van Weert. Korte tijd later, dat is 4 oktober, sneuvelde een andere soldaat, niet van dezelfde eenheid, maar van wel een andere eenheid in die 4e Panzerbrigade, in Stramprooi. En raar genoeg, deze laatste die wordt wel begraven in het kerkhof van het oorlogskerk, Brits oorlogskerkhof in Zwartbroek. En deze zal begraven worden in Nederweert. Maar goed, we weten dit wel, dat dit verder zo is gebeurd. En dat het graf daar geweest is, ook uit gewoon de archieven
omdat die noodbegravingen allemaal werden geregistreerd. Ja, 26 september komt een Engelse eenheid, tankeenheid. Die vertrekken weer begin oktober en worden afgelost door een Amerikaanse eenheid. Daar laat ik hier een plaatje voor zien. Is weliswaar mogelijk iets eerder genomen, omdat die eenheid ook door Weert is getrokken op weg naar Overloon. We hebben hier te maken met een Amerikaans voertuig. En gebruik ik even als illustratie voor het feit dat dus de Engelse eenheid die we net zagen afgelost wordt door een Amerikaanse eenheid. We hebben Engelsen, we hebben Amerikanen. En je hoort ook vaak dat, ja, dan hebben we het ook over Canadezen. Nou, de Canadezen maakten wel onderdeel uit van het Britse leger. Maar op dat moment, het is niet zo dat die maar overal over allerlei Britse eenheden verspreid werden. Nee, die vochten met hun eigen divisies helemaal aan de westkant. He, vandaar ook de gevechten, dat ze betrokken zijn geweest bij de gevechten bij de Schelde. He, dus er heeft geen Canadese eenheid in het Weertse gevochten of zich überhaupt opgehouden. He, dus men praat wel eens over Canadezen. Het kan zijn dat het een, laten we zeggen, een noem ik het maar stom, een verdwaalde Canadees geweest of iemand die ingedeeld is bij een Britse eenheid, maar dat gebeurde dus hoogstens per persoon en niet qua eenheid. Deze soldaat, of dit voertuig, dat rukt op over de Biester, over de Biest, ook weer richting de Biesterbrug. En we weten dat deze Amerikaanse soldaten ook in de stad zijn ondergebracht. Ze zijn op Laar ondergebracht met de artillerie. Ze stonden ook in Zwartbroek. En deze eenheid in het Weertse, die lag hier met name niet zozeer meer om het front te verdedigen, wel deel van deel, maar ook om op rust te komen, omdat ze die gevechten bij Overloon al gevoerd hadden en daar zware verliezen hadden geleden. We zijn in oktober geweest, hè, 8 oktober, Amerikanen komen. Dan zien we dat in november er weer Britse eenheden naar Weert komen. Ook behoorlijk veel, omdat deze eenheden moeten een aanval starten om het gebied wat de Duitsers in Limburg ten westen van de Maas nog altijd in bezit hebben, om dat weg te werken. Dat bruggenhoofd van de Duitsers moet opgeruimd worden en Montgomery begint met een grote aanval over de kanalen, over de Zuid-Willemsvaart en over over het kanaal Wessum-Nederweert. Ik moet er even bij vertellen, want de Amerikanen hebben daar met name ook rond het Ospelse nog harde gevechten gevoerd, ook in de tijd dat ze eigenlijk al op rust moesten komen. Dus dat gebied was al min of meer al in geallieerd bezit. Maar operatie Nutcracker, zoals die operatie genoemd werd, die moest 14 november moest die de geallieerden tot aan de Maas brengen. Dat gebeurt ook. Wat merken de Weertenaren ervan? Nou, ik zei het al, heel veel Britse soldaten. En op de dag zelf, men was ervoor gewaarschuwd, zet alle ramen open, want het geeft straks een overdovend lawaai en de luchtdruk zal ook behoorlijk zijn. Dus ramen vooral open, want anders zijn ze sowieso naar de verdommenis. Nou, of dat geholpen heeft, u moet eens kijken naar dit plaatje, vaak ook niet. Er is sprake van zo'n 400 kanonnen, artillerie, zware artillerie in het Weertse, die deze aanval als het ware start. En dit is een prachtige opname van het huis. Is niet meer zo goed zichtbaar omdat er een grote heg voor staat, maar we zitten hier bij het huis, het voormalig huis Villa Beren aan de Maaseikerweg. Later tandarts Vullings en nu ex-tandarts Scheren. Het huis ligt er dus nog steeds, maar wordt wat aan het oog onttrokken. Dit als een plaatje bij dat offensief. Daarna is verder niet zoveel meer aan foto's gemaakt op die dag. En wat we dan zien is, die aanval die lukt ook. En uiteindelijk de Britten bereiken gewoon de Maas een paar dagen later. Dus uiteindelijk, waar Weert een aantal weken, ja, maanden zelfs, anderhalve maand, nog echt bij het front ligt, hè, niet het front is, maar toch dicht in de buurt, daar verdwijnt nu die lijn richting de Maas.
Wat ik eventueel nog wil vertellen van die tijd in de bezetting, of in de bevrijdingsperiode kort na die 20 september, is dat dan ook nog wel slachtoffers vallen onder de Weertenaren. Wat wil namelijk het geval, is dat er zo nu en dan, ik neem granaten, hoeft het algemeen, sommigen hebben het over bommen, neerkomen in het Weertse. Wellicht heeft dat te maken, hoogstwaarschijnlijk, met het feit dat de Engelsen de toren van de Martinuskerk, waar de spits van af was gewaaid in november 40, gebruiken als een platform waarvoor men het front bekijkt. En dat de Duitsers dat min of meer hebben willen tegengaan door op deze posten dan wel eigenlijk de kerktoren te schieten. Als we plaatjes zouden bekijken van de toren in Nederweert, nou, dan zien we dat wel, want die is behoorlijk goed geraakt. In het Weertse is dat niet gelukt, maar ja, dan komt zo'n granaat natuurlijk wel in de omgeving terecht. En zo zijn diverse mensen omgekomen dan wel verminkt of verwond door een dergelijke granaat. Tja, wat hebben we nog meer in die tijd? Geallieerde troepen een hele hoop. Maar Weert is op dat moment bevrijd gebied en wordt gebruikt voor de opvang van grote groepen vluchtelingen. Vooral uit het Venraaise en uit Groesbeek. Het Venraaise uit het gesticht, en het Groesbeek bewoners. En dat zijn ook momenten dat Britten, dat de Britse media dit vastleggen via een fotorapportage. En vooral ook Saint-Louis, de grote gebouwen natuurlijk in Weert. En Weert had wat dat betreft toch nogal wat van deze grote gebouwen waar de Engelsen gebruik van maakten, de soldaten zelf, maar ook die ook werden gebruikt voor de opvang van de vluchtelingen. En we zien hier een opname van een pater van de Paters van de Heilige Geest, die op dat moment op de koer, op de plaats, burgers wellicht uit Venraai helpt. Engelsen zeggen Groesbeek, maar het zouden ook mensen uit Venraai kunnen zijn. Dus in die tijd ook, en dan moeten we niet denken aan enkele tientallen, nee, je praat echt over honderden mensen die ondergebracht werden in het Weertse. Tja, 15 november is achter de rug. Het front zit bij de Maas. Wat doen verdwijnen dan de geallieerde troepen, de soldaten? Nee, duidelijk niet. We krijgen er nog een hoop, om hier op rust te komen. Weert ligt achter het front. Het heeft op zich goede verbindingen. Het is niet kapotgeschoten vat. Het heeft dus, wat ik net al zei, een aantal ruimtes die heel goed te gebruiken zijn voor de legering van troepen en noem maar op. En we krijgen dan in die nadagen, dus november, december en later zelfs ook, 1945 in, krijgen we dat hier troepen van bepaalde divisies van de Britten worden gelegerd om weer op rust te komen, om weer op krachten te winnen en dat men weer aanvoer krijgt van nieuwe soldaten en materieel. Die soldaten moet je ook bezighouden. Die moeten niet alleen oefenen, maar ook gewoon ontspanning. En hier zien we een moment van die 11e, in dit geval is het een eenheid van de 11e Panzerdivisie, die een potje speelt tegen. Dat is natuurlijk niet goed te zien of hier onderling wordt gespeeld of dat men speelt tegen een Weerter vereniging. Dat weten we ook, dat is ook bekend uit de boeken en van andere foto's. En zij spelen hier op het terrein van de Bera. We zien daar nog de twee links mooi de twee schoorstenen staan. En dan zou ik even moeten kijken. Ik denk dat de molen die we op de afstand zien, dat nog de bonusmolen is. Ja, dat zou kunnen rechts. Dat zijn de straat, dat is van de Kerkstraat, de huizen van de Kerkstraat. En de gebouwen die u ziet, dat zijn ook de gebouwen van de Bera. Tja, hoog bezoek. Misschien herkent u hem al. De man die hier de soldaat inspecteert of het allemaal wel in orde is met zijn uniform en alles. Dat is Montgomery. We hebben hem al een paar keer genoemd. De man van het plan van Market Garden. De opperbevelhebber van de Britse leger tijdens de oorlog in Noordwest-Europa.
Beert heeft het genoegen om deze man 3 keer te verwelkomen. Hij komt elke keer om lintjes uit te delen aan Britse soldaten en die dan op dat moment daarvoor naar een hoofdkwartier moeten komen wat in het gebouw van het bisschoppelijk college gevestigd is. Dit is ook een foto gemaakt aan de overkant op de Wilhelmina Singel. Een deel van de huizen rechts is geloof ik al afgebroken, maar zeker het grotere, hogere huis in het midden van de foto, dat staat er nog steeds, hè, vroegere Daan Teunissen. En deze mensen van de Queens, die krijgen hier de inspectie van Montgomery. Het is misschien niet goed te zien, maar u ziet op het mouwembleem ook een soort ratvorm. Dit zijn soldaten die in het voorjaar van 1945, zeg maar op februari, maart eigenlijk, in Weert waren. En van tot een divisie behoorden die men de rode ratten in Weert noemde. Dus men kende in Weert de zwarte ratten en de rode ratten. En ook deze divisie, dat waren oude bekenden van Montgomery, want die had hij nog aangevoerd in Noord-Afrika. Om Montgomery is wat dat betreft 3 keer in Weert geweest om lintjes uit te delen. Nou, nog hogere, als het nog hoger kan, ja, er was er maar 1 hoger. En dat was de bevelhebber, opperbevelhebber van alle geallieerde troepen in Noordwest-Europa. En dat was Eisenhower. En die zien we hier in het midden lopen. Ook in Weert, weliswaar niet lang, maar hij is in Weert geweest. En bezoekt hier de staf van de 12e korps in dat gelegenheid is op de kazerne. De kazerne, die is natuurlijk door de Duitsers gebruikt in de oorlog. Maar nadat dat de Duitsers verdwenen waren, zijn ze heel snel in gebruik genomen. De barakken en alles door de Britten. Want dit was voor hun doen en ook voor het Nederlandse leger natuurlijk een zeer modern complex. Deze is hier heel kort geweest, want dit is 30 november. Hij bezoekt dan het front aan de Maas. En men neemt dan eerst even ook de wacht af en hij krijgt een ontvangst bij bij het hoofdkwartier wat dan op de kazerne gelegen is. Overigens, van de aanwezigheid van dit korps, van deze staf, zijn nog steeds zaken te zien. En dat zijn namelijk die namen die op de muren gekalkt staan. Glasgow, Manchester, op de muren van de van de gebouwen van de kazerne. Die herinneren dus aan hun aanwezigheid hier en zijn toen daar aangebracht. Ja, een idyllisch plaatje. Paulusstraat in de winter van 1944-1945. Om nog eens aan te geven dat wat dat betreft al die tijd, we hebben net al zaken gezien nog van later, dat er allerlei troepen in het Weertse gelegerd zijn geweest. Ook die werkten aan de bruggen, aan wegen, de genie. Dus over het algemeen met deze troepen is ook de contacten tussen Weertenaren en de Engelsen veel meer dan met de eigenlijke bevrijders, de Suffolks, geweest. Gewoon ook door de lengte van de duur van dat ze ondergebracht zijn geweest. Niet altijd in de kazerne. Het was natuurlijk, de soldaten zouden het liefst niet in de kazerne onder de officieren ergens zitten, maar bij de mensen, dat vonden ze aardig. En ik weet ook van mijn ouders thuis dat daar mensen gelegerd zijn geweest, ondergebracht zijn. En vaak was het ook zo dat daar nog fotootjes in menig album in het Weertse van voorzien zijn van fotootjes van deze Britse militairen. Ja, we zitten al in 1945. De Britten zijn wel daar, maar er zijn in de buurt helemaal geen gevechtsactiviteiten meer. Ja, hier lijkt het of dat er weer Duitsers binnenkomen. Locatie is wat onduidelijk, maar zo dadelijk daar iets meer over. Dit is geen plaatje van de Duitse inval. Die liepen ook niet met bordjes rond. Maar dit is de zogenaamde bevrijdingsoptocht. Veel plaatsen in het Limburgs en andere plekken in Nederland waarschijnlijk. In het Zuid-Nederland in ieder geval. Die hebben bij de bevrijding van Nederland, na 5 mei, hebben die de zogenaamde bevrijdingsoptochten gehouden. En buurtschappen die hadden dan een wagen
Ja, en dit is nummer 14. En men beelde scènes uit de bezetting en de bevrijding. En dit is natuurlijk een scène die te maken heeft met wellicht een moment. Scène is niet helemaal duidelijk, maar een Duitse soldaat noemt daarnaast, die uit de bezettingstijd is, hè, de Hakenkruisvlag en daarvoor nog het portretje van Hitler. Om dat spottend over het algemeen, hè, het is net geen carnaval, maar er werd behoorlijk natuurlijk met de Duitse zaak gespot. Overigens, leuk detail hier ook is dat die soldaat loopt met allerlei materiaal en in een uniform wat eigenlijk al lang ingeleverd had moeten worden. Maar daar keek men niet zo nauw, maar in de tijd daarna zal dit toch wel opgelet zijn dat de politie erop stond dat dit allemaal ingeleverd werd. Hier nog een opname van deze optocht. En ja, hier ziet u een beetje al het spottende karakter. Hè, de V1 is gekist en Duitsland waarschijnlijk. De meeste van die foto's zijn gemaakt. Hè, niet elke opname laat ik zien. Maar want we hebben er een deel, zijn niet allemaal even scherp. Die zijn gemaakt op de Maaspoort. Ja. Om dan even nog terug te komen bij een voordal. We zijn begonnen in september, oktober, augustus, september 1944. We gaan even terug naar een tijd, een maand daarvoor, 21. Dit is natuurlijk geen opname uit die tijd, maar uit 1945. Maar houdt verband met een situatie, met een voorval uit 1944. In 1945 werd eindelijk de zogenaamde verrader van Saint-Louis werd gepakt. Vos, die kunnen we daar ook lezen. Er staat een heel bord onder dat hij de zaak verraden heeft. Wat speelde namelijk in juni 1944, een paar maanden voor de bevrijding, dat een vergadering van kopstukken van de LO, van de Landelijke Onderduikersorganisatie, dat die werd verraden. Verraden. Deze man was gevangen genomen door de Duitsers en men had hem zo onder druk gezet dat hij, omdat men zag dat hij naar een vergadering moest van deze onderduikersorganisatie, dat hij daar naartoe ging, zodat men wist dat die vergadering daar was. Die was in Weert bij de paters van Saint-Louis, de broeders van Saint-Louis. Dat gebouw ziet u ook op de achtergrond. Deze foto is gemaakt op de Korenmarkt. En ja, dat heeft toegeleid dat nog een aantal kopstukken zijn gevangen genomen. Hè. Het geldt als de zwartste pagina uit het verzet van Limburg. En deze man is daarna, dat werd de verrader van Weert, van Saint-Louis. Achteraf blijkt dat hij zo onder druk is gezet dat hij ook niet veroordeeld is voor, laten we zeggen, zijn verraad. En, als we kijken naar de kranten en alles rond die tijd, dan was dit behoorlijk groot nieuws. En ja, werd hij natuurlijk een soortement belichaming van de verkeerde Nederlander. Bij dat verraad zijn dus ook twee mensen uit het Weertse opgepakt. En dat was Guus Hermans, die dan op dat moment het Weerterdistrict vertegenwoordigde. En ook degene waar het gehouden werd, de broeder Valentinus, dus de overste van de broeders, die werd ook opgepakt. En beide mensen zijn dus niet teruggekeerd naar Nederland, naar Weert. En zijn dus ook als zodanig staan dus vermeld in het gedenkboek van het verzet in Limburg. Daarmee wil ik sluiten. Het is zo dat lang niet alles verkeerd is. We hebben het niet gehad over luchtaanvallen, over allerlei andere zaken. Iedereen, zeker de ouderen natuurlijk die het meegemaakt hebben, iedereen heeft daar zijn verhaal bij, heeft dingen meegemaakt uit die tijd. Wat ik heb proberen te schetsen is een aantal, een soortement omkadering, een lijstwerk waarbinnen al die, hopelijk waarin u een aantal zaken van, voor zover u het mee hebt gemaakt, in kunt herkennen. En waarmee in dit geval ook, om deze afbeelding mee af te sluiten, waarmee eigenlijk ook als dit gebeurd is, maar dan is de oorlog nog echt niet voorbij. Die zeurt nog in allerlei opzichten na.
dat we daarmee deze oorlog kunnen afsluiten. Bedankt voor de aandacht. En ik hoop dat u daarmee ook iets wijzer bent geworden van de reden met name waarom Weert zodanig op dat moment zo bevrijd is als is gebeurd. Bedankt.